Zoals ik jullie beloofd heb, heb ik weer leaks. En dit keer heb ik bewegende beelden van de emotes. Want ik heb in de vorige video, klik even op het i'tje daarvoor, heb ik emotes laten zien. Dus in ieder geval de plaatjes van de emotes. En natuurlijk nog heel veel andere leaks. Dus ga de video sowieso even checken. Is het heel erg waard. Maar nu heb ik allemaal bewegende beelden van allemaal verschillende soorten dingen. Ik heb namelijk bewegende beelden van de emotes. Ik heb bewegende beelden van skins. Ik heb verschillende... weet je wat? Ik ga niet te veel zeggen. Ik heb mokerveel weer voor jullie. We gaan gewoon beginnen bij het allereerste. Ik ben momenteel op een Instagram-account, volgens mij van ene JH9. Shout-out naar jou. Sowieso super dik dat je dit soort dingen post. En hij heeft allemaal dingen geleakt. Laten we gewoon naar het allereerste ding gaan. Dit is het eerste ding, is het plaatje. Dit is namelijk hoe het eruit gaat zien als jij de Visitor, de Legendary Skin, hebt geunlocked in Fortnite. Hij heeft op een of andere manier iets voor elkaar gekregen om deze skin in Fortnite zelf te krijgen, om dus te kijken hoe het eruit komt te zien. En zoals je ziet heb je links een soort van selecteermenuutje wat er dus op je scherm komt te staan van de Visitor. Super vet. Ik ben sowieso super hyped voor hem. Ja, ik heb hier verder ook niet zoveel over te vertellen. Laten we gewoon doorgaan naar de volgende. Deze is wel heel erg interessant. Het is namelijk een... het gaat om de nieuwe skin. Om de Super Striker skin. En de Super Striker skin kan je dus... verschillende soorten mee doen. Daar kan je verschillende dingen mee doen. Je kan er namelijk volgens mij veranderen hoe je eruit ziet. En je kan dus de tenues veranderen. En hij laat nu alle tenues zien van alle landen. En ja, Nederland zit er ook tussen. Waarom weet ik nog steeds niet. Maar hij zit er tussen. Dit is namelijk Engeland. Dit is Frankrijk. Dit is Duitsland. Dit is IJsland. Ik ga ze allemaal even laten zien hoor. Italië, Ierland, Japan, Zuid-Korea. En dan heb je Mexico. En nu komt Nederland. Let op goed. Let goed op, wou ik zeggen. En een heel erg mooi oranje tenue. Super vet. Daar gaat hij langs. Finland volgens mij. Polen. Portugal. Rusland. Saoedi-Arabië. En dan komt Spanje. Nee, die slaat hij over. Waarom slaat hij Spanje over? Ik wou net zeggen. In Zweden net. Zwitserland, Turkije. Dat land is natuurlijk Argentinië. En dan Amerika. En dat is hem. Volgens mij laat hij voor de rest niet zoveel zien. Dat is super vet. Ik weet niet precies wat dit dan is. We gaan eens eventjes snel kijken. Oh, dat is de emote. De allereerste emote. Dit is de allereerste emote die ik wil laten zien. Dus 500 V-bucks is het. Hij heet Kick-Ups. En dit is hoe die eruit ziet. Met een bal hoog houden. Zoals ik al eruit. Zoals ik al dacht natuurlijk. Was het dus zoiets. Maar super vet. Ik weet niet of ik hem ga halen. Denk het niet. Maar ik vind hem wel oprecht heel erg tof. Gaan we door naar de volgende. En dit is de Waterworks emote. Hij is 200 V-Bucks. Dus relatief goedkoop. En we gaan even kijken hoe die eruit ziet. Volgens mij zit die hel emote. Ja hoor. Ah, een babytje. Wow. Hij helpt wel heel erg veel. Als je kijkt hoeveel water er uit de ogen komt. Oh, moet je kijken. Dat zijn hele emmers die naar beneden komen. Nou, superleuk. 200 V-Bucks is het wel waard, denk ik. Het is inderdaad niet zo duur. Dan gaan we door naar de volgende. En dit is de Red Card emote. En hij is 200 V-Bucks, ook niet heel erg duur. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien, dus laten we even kijken. Even, oké, hij fluit. En rode kaart. Eigenlijk heel simpel. Ik vind hem leuk. Hij is zeker weten 200 V-Bucks waard. Want hij is in heel veel situaties is hij gewoon heel erg leuk. Voornamelijk als iemand een grapje maakt en het grapje is eigenlijk niet zo leuk. Gooi je die rode kaart van, hup, je hebt het af. Gaan we er eventjes op de bank zitten. Dan gaan we door naar de volgende. Deze is 800 V-Bucks en het is de Poplock emote. En deze is wel echt super vet. Deze heb ik stiekem al even bekeken. En weet je wat, ik ga hem gewoon laten zien aan jullie. Holy shit. Oh, ik ga die halen, man. Ik vind hem echt super dik. Ja, let's go. Ik wil hem hebben. Ik wil hem echt hebben, jongens. Super dik dat die emote erin zit. Volgens mij was dat de laatste. Ja, dat was de laatste van deze. Maar ik heb nog meer voor jullie. Dit zijn dus alle bewegende beelden van de emote. Zo gaan ze er vrijwel 100% zeker uitzien. Laten we doorgaan naar de volgende. En dit is van For The Better All Leaks op Twitter. Zo sociaal naar jou. Hij heeft namelijk wat vette dingen. Hij heeft een paar hele vette leaks voor jullie. En ik ga hem gewoon laten zien. Het is namelijk de Pterodactyl. Het is namelijk die glider. En ik kan hem laten zien hoe hij eruit komt te zien. Let's go. Holy shit. Hij doet me heel erg denken aan de glider van...
aan de glider dus van Raven. Of Raven, ja, Raven heet die. En met die vleugels. Alleen deze maakt ook nog wel een vet geluidje. Ik denk dat ik hem wel haal. Ik weet het niet zeker. Maar sowieso super dik dat hij erin gaat komen. Hoe duur die hoeveel die gaat kosten, dat is niet helemaal zeker. Maar ja, dat maakt er niet zoveel uit. Dan heb ik nog één leak voor jullie. En dat is de Split Wing Glider. Hij heeft een Rarity Epic. En laten we gewoon gaan kijken. Ik vind hem een beetje apart, laat ik heel eerlijk zijn. Ik vind deze, hoe die begint, een beetje raar. Kijk dan. Het lijkt alsof het een beetje glitcht. Ik weet niet of dat ook echt of dat de bedoeling is. Ik ga nog een keer kijken hoor. Zie je dat? Beetje raar, beetje vaag. Ik weet niet of die helemaal correct is. Ik vind hem in ieder geval wel grappig. En ik hoop dat jullie het ook tof vinden. Vonden jullie deze video nou super tof? Drop dan sowieso even een like. Ik heb heel veel moeite gehad deze video om deze dingen voor jullie te vinden. Dus ik denk dat het zeker weten een like waard is. Abonneer zeker weten, even op het veel gevraagd. En ik klik op het video hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Peace out!